Campinggeversduin is door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip in de regio. Maar hoe lang bestaat de camping? 61 jaar bestaat het dit seizoen. Hebben er nog grote veranderingen plaatsgevonden door de jaren heen? Nou, door de jaren heen hebben er eigenlijk heel veel veranderingen plaatsgevonden. En een van de veranderingen is eigenlijk waar we nu ook staan. Dat is dat we 10 accommodaties hebben vervangen. Er stonden hier altijd tenthuisjes. En dat waren houten huisjes met een tentzeilen dak. Ja, die hebben jarenlang hier gestaan en het was tijd om die te veranderen. En toen hebben we deze 10 duincabins die hier ook achter mij staan. Die hebben we samen met een architect ontworpen. En die zijn afgelopen winter gebouwd. Jullie hebben sinds afgelopen winter dus de duinboot en de duincabin. Wat maakt het zo speciaal? Nou, wat het zo speciaal maakt is eigenlijk dat wij over het algemeen alles zelf ontwerpen en bedenken. Dus wij kopen geen standaard chalet of standaard accommodaties die je ergens anders zou kunnen zien. Dus wij ontwerpen het zelf en ja, daardoor past het ook altijd heel goed in onze omgeving en kunnen we ons eigen sausje daaraan geven. Ja, dat maakt het wel dat het gewoon een unieke accommodatie is die niet ergens anders in Nederland te vinden is. En jullie merkten dat er veel behoefte aan was? Ja, er is wel behoefte aan accommodaties waar mensen in kunnen verblijven met luxe. Mooie natuurlijke uitstraling, vandaar ook het hout, zodat het mooi in de omgeving past. Ja, mensen willen ook gewoon lekker buiten kunnen zitten voor hun eigen accommodatie, de ruimte kunnen hebben. Wat hebben jullie gemerkt van de coronaperiode? Nou, de coronaperiode zijn we natuurlijk een tijd dicht geweest. Was verplicht vanuit de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Normaal gesproken begint ons seizoen eind maart. Dat is nu uitgesteld tot 4 mei. En vanaf 4 mei konden de accommodaties open met de eigen sanitaire voorzieningen. Dus deze accommodaties konden open met een douche en toilet. En kamperen kon alleen als mensen een eigen sanitaire voorziening hadden. En de chemische toiletten mochten open, zodat mensen hun chemische toilet konden legen. Nou ja, dat is natuurlijk niet ideaal. En vanaf half juni mochten we ook weer de sanitaire gebouwen open doen en de douche en toilet. En konden mensen hier gewoon weer kamperen zoals het hoort. En hebben jullie nog nu beperkingen waar jullie aan moeten houden? Ja, we moeten natuurlijk zorgen voor de 1,5 meter afstand. En ja, we hebben overal desinfectiepalen staan bij alle gebouwen, zodat mensen zichzelf kunnen desinfecteren, de handen. Daarnaast hebben we met stickers wijzen mensen op 1,5 meter afstand en vragen we ze ook afstand van elkaar te houden. En in de badgebouwen hebben we wasbakken afgesloten, zodat mensen minder snel tegen elkaar aan kunnen komen of naast elkaar staan. En we maken extra schoonmaakrondes worden er gedaan om de hygiëne zoveel mogelijk op peil te houden. We staan nu voor de duinboot. Wat is nou het grootste verschil tussen de duinboot en de duincabin? De duinboot is eigenlijk een accommodatie die de luxe benadert van de duincabin. Dus zeg maar de traditionele accommodatie met een vaatwasser, een douche, een toilet, een oven, een tv, alles zit erin. Dus de luxe van een traditionele accommodatie en dat in een tent waarbij je nog echt het tentgevoel hebt, het kampeergevoel, in de natuur, het buiten zijn. Ja, en dat is eigenlijk de ideale combinatie van de duinboot. Hebben jullie naast de 2 nieuwe accommodaties ook andere accommodaties op de camping staan? Zeker, we hebben een diversiteit. We proberen nooit meer dan 10 dezelfde accommodaties neer te zetten. Dus naast de duinboot en de duincabin hebben we ook nog de traditionele strandhuisjes. We hebben boomhuizen en we hebben een hobbitwoning. Merken jullie dat er door corona meer mensen uit de buurt naar de camping komen? We hebben wel gemerkt dat veel Nederlanders in eigen land op vakantie willen. Natuurlijk komen er ook nog Duitsers. Maar we zien nu wel echt dat het heel veel Nederlanders zijn. En sinds de versoepelingen hebben plaatsgevonden, was iedereen is massaal aan het boeken geslagen voor het hoogseizoen. En zit de komende tijd zit het dus ook nog wel vol? Ja, tot eind augustus zitten we eigenlijk wel zo goed als vol, ja. Hoe ziet de toekomst van Geversduin eruit? Nou, de toekomst zien wij zonnig in. We hebben nu natuurlijk al een mooie slag geslagen met deze nieuwe accommodaties. We gaan de komende jaren ook verder met de reorganisatie van de sanitair gebouwen om die weer helemaal up-to-date te maken. We blijven altijd ontwikkelen in nieuwe natuurlijke speeltoestellen. En zo gaan we eigenlijk op alle vlakken gaan we verder.
Nou ja, kom hier vooral kamperen, want het is hier hartstikke leuk.